De badmintonners van BV Almere hebben zich zondag geplaatst voor de finale om het landskampioenschap. Het team van coach Dave Codebeugs had zondag in het duel in Haarlem tegen Duinwijk nog 3 puntjes nodig. En deze werden in de eerste 3 partijen tegen de thuisploeg meteen binnengehaald. Dave Codebeugs, die dit seizoen debuteert als coach, had niet durven dromen dat het zo makkelijk zou gaan. Nee, ik had het niet kunnen bedenken dat we daar nu al zouden zijn bij de finale. Het is ook zeker niet altijd even makkelijk geweest. De scores zeggen misschien wel eens onwaarschijnlijk dat het wel zo is. Maar we werken er hard voor en ze belonen hunzelf. Alles wat de Almere's dit seizoen aanraken lijkt in goud te veranderen. Ook het duel in Haarlem wordt uiteindelijk eenvoudig met 7-1 gewonnen. Codebeugs heeft wel een verklaring voor het succes. Ze werken voor elkaar. Het is een team. Zoals je nu ook ziet, achter ons staat Manon te spelen. Die heeft ook in het tweede team gespeeld. Het eerste, tweede en derde team, dat staat allemaal klaar voor elkaar. En ze trainen al keihard ervoor. En ik denk dat dat de basis is voor dit voorlopige succes. De Almere's treffen in de finale de winnaar van het tweeluik tussen Duinwijk en Dropshot uit Den Haag. Codebeugs heeft geen voorkeur. Nou, eerlijk gezegd maakt het mij wat dat betreft niet uit. Ik kijk naar mijn spelers en zij maken de ontwikkeling nu door. En daar ben ik heel blij mee. En daar worden ze continu voor beloond. En dat is een loon naar werken. En dat proberen we door te zetten tot in ieder geval 7 maart. En die 7 maart kan wel eens een historische datum worden in de clubgeschiedenis van de Almere's. Tenminste, als ze dan winnen. Want dat is tot nu toe nog nooit gelukt. Gaat het deze keer wel lukken, denk je? Ik ga me gewoon bij mijn woorden houden. We trainen er keihard voor. En we groeien. We worden beter. En 7 maart zullen we proberen onszelf daarvoor te belonen. En daar werkt iedereen keihard voor. En daar gaan we ook voor. Een finale speel je toch ook gewoon om te winnen? Zeker weten. Ja, zeker weten. Dus daar gaan we ook voor. Dave Codebeugs, hij heeft nog even de tijd om zijn team voor te bereiden. Want de finale om de landstitel is op 7 maart in de Maaspoort in Den Bosch.